is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen ouderen en jongeren. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering. Gul of gierig. Sorry, wat heb je zin in? Ja, jij gaat naar de 65-plussers. Ja, jij gaat naar de jonkies. Ik ga tot 21 jij jaar. Jij hebt gewoon een thuiswedstrijd. En wat dan? Je doelgroep aankloppen. Ja, fucking relaxed. Ja. Je moet even gaan uitleggen wie ik ben. Josse, Kalle, hey, lekker man. Ja, jij moet hem gaan uitleggen. Ben van YouTube. Het is een programma! Ik hoef je IBAN-code niet! Nee! Dus oftewel, jij naar de oudjes, ik naar de jongeren. Zin in. Oké, ik heb gekozen voor Leiden. Ik moet het vinden bij de jeugd. Dus ik ga naar de hogeschool van Leiden. Ik hoop dat ze snel mogelijk een activiteit vinden om iets te doen waar het droog is of zo. Gaan café gaan en gaan bier zuipen. Dat is toch wat studenten doen? Wij staan in Den Bosch. Waarom Den Bosch? Nou, omdat het niet Noord-Holland is. Ik ben een beetje klaar met Noord-Holland. Dus, ik ga het hier proberen. Er zijn overal ouderen. Ik ben alleen niet heel goed met ouderen. Ik word er vaak een beetje ongemakkelijk van. Ik denk dat Joost iets makkelijker gaat hebben, maar dat is een vooroordeel. En dat is zo mooi in dit programma. We gaan er nu achter komen of het klopt of niet. Mag ik u wat vragen? Nee? Had ik al gezegd dat ik niet zo goed ben met oudjes? Oh, deze mensen zijn jong. Mag ik u iets vragen? Nee, moet rustig. Lieve dames, mag u wat vragen? Een beetje haast. Je loopt wel voor jeugd, dus ik heb het wel goed uitgekozen, mijn spot. We zoeken slaapplek voor vanavond. Ik zou misschien nog wel ja zeggen, maar mijn vrouw zal nee zeggen. Oké, ja, nee, dan weten we wel wie de broek aan heeft in de relatie. Ja, dat klopt, dat is wel duidelijk. Wat ga je doen als activiteit met een 65-plusser? Ik weet het even niet, dus ik ga even rondvragen wat hier de opties zijn. Kom zo bij je terug. Wie denken jullie dat gillen zijn? Ouderen of jongeren? Ik denk dat jongeren gillen zijn, man. YOLO-generatie, toch? De YOLO-generatie, ja, dat vind ik ook. We gaan haar verjaardag vieren in de kroeg, dus kan we mee weer bier drinken. Mag ik mee? Ja, dat is chill, we gaan een verjaardag vieren. Voor haar verjaardag. Ben je jarig? Ja, gisteren. Gefeliciteerd, oud ben je geworden? Thanks, 18. Top. Ja, we gaan nu naar een cafeetje toe. Ja, top, ik ga mee. Jongens, ik heb het nieuw gehad. Je hebt het zo goed alweer voor elkaar. Ik denk dat ik een paar jongeren heb aangesproken en gelijk raak. Goeiedag. Goeiedag. Jullie zijn van? De vriendenkring Schertogenbosch. Wij varen de bootjes onder de stad door, de binnendienst. Oh, leuk. Ja, dat is allemaal 65 plus. Ja, er zijn 65 plus bij. Ja, oké. Nou, klopt. Ja. Die moeten we hebben. Ja. Is er een mogelijkheid dat wij misschien een ritje... Kun ik even een schipper even erbij verhalen eventjes? Er gaat een schipper met jou mee. Je gaat een schipper met ons mee? Ja, er ligt een tank en boot klaar. Die gaan jullie een stukje varen. Ah, ja. Wat fantastisch. Leuk, we gaan een stukje meevaren. Even kijken. Kijk eens. Een andere tocht. Was het dat? Ja, heel mooi. Ja, was het heel mooi? Cheers! Cheers! Op je verjaardag! Proost! Dat kun je wel zien, dat is zij! Zijn leven lang, hoera, hoera! Zijn leven lang, hoera, hoera! Zijn leven lang, hoera, hoera! Hoe is het daar dan? We zijn lekker aan het varen hier in Den Bosch. Lekker man. Ik ben een verjaardag aan het vieren. Nee! Wat een verrassing. Je krijgt bier van je eigen doelgroep. Iemand is 18 geworden. Ik ga door een tunnel. Martijn heeft het wel goed gefixt. Hij zit lekker op een boot. Maar goed, wij kunnen niet anders. Het regent. Dus ik ga nog even een paar biertjes doordrinken. Probeer ik hier zo meteen heel smooth. Nog een beetje via, misschien bij een vriend of zo, die 21 zijn of jonger. Een nacht, een slaapplek te fixen en wat te eten. Maar tot die tijd zit ik hier prima bij. Samen, uit voor de sfeer van jouw verjaardag. Kom erop. Cheers. Het wordt een gekke dag, man. Ja, Joost staat lekker met onze doelgroep te borrelen. Wij leren wat. Maar wij leren wat. En dat is, kennis is... Kennis is macht. Kennis is macht, dat was hem. Ja, en we hebben gewoon een volledig rondje gekregen. En ik moet zeggen, dat was rete interessant. Ik denk dat Joost nu ladder zat aan de bar zit. Maar wij hebben wat opgestoken vandaag. Ik word weer uitgedaagd voor een uitgevoerde sfeer. Kom maar op. Weer verloren. Nieuwe ronde? Oh ja, oké, top. Twee tegelijk. Ik doe het. Maar dan wil ik hier ook gefixt hebben dat ik zo meteen avond kan eten ergens en een slaapplek kan regelen. Je komt best wel doordachtgekomen, ik heb vanavond breken de week woensdag. En dat is breken 1 vodka woensdag, dus Dordrecht is een trein vanaf Leiden naar Dordt. En ik woon naast het station. Dus ik kan bij jou slapen? Ja, dat mag. Ja. Top! Top! Gefixt! Ja,
En maar wie kan ik eten? Bitter gewoon natuurlijk op de raam. Bitter wel een lekker man. Maar ik kan je wel ergens, ik kan je wel hier. Kan je niet bij je huis gaan eten? Ja, top. Dus ik heb het eigenlijk nu alles gefixt. En dat kost me 2 atjes. Hoe oud bent u? Dank u. Ik hoop 65 plus. Ja, dus we hebben dus een probleem. Ja. We mogen geen geld uitgeven. We moeten nog eten en we hebben nog een slaapplek nodig voor vanavond. En drinken. Ja. Kunnen we u slapen? Ja. Ja? U heeft een logeerbed? Ja. Nou. Geregeld. 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 Is het goed als wij hier om 6 uur weer afspreken? Dat is goed. Of is het misschien handig om eerst even te bellen dat we zeker weten dat het lukt? Nou, bellen of... Zullen we langs komen? Zullen we bellen? Telefoonnummer geven. Oké, dat betekent dat wij nu een uur de tijd hebben om bij iemand eten te regelen. Ja, top. Ik vind het lekker. Kijk eens. Eet smakelijk. Brood. Ik kan ook echt niet eten. Check even, hier ligt niks. Aan mijn kant van de bord. Ik ben echt een boer, ouwe. Kijk mij eens gaan, ouwe. Dit is het leven. Ik ben niet 65, sorry. Nee, dat dacht ik al. Dan vroeg ik het ook niet. Zouden we gezellig bij jullie kunnen komen eten? Ja, dan moet je even een uurtje wachten. Oh, lijkt me geen goed plan. Wederom, ja. Duidelijk wie de broek aan heeft. Nee. Mogen jij misschien een plakje kaas? Krijg maar een plakje kaas. Kijk eens, hartstikke bedankt. Nee, niks van. Dankjewel. Zou ik wellicht een gratis druif van u mogen? Eén druif. Yes. Joost, die voor je. Dankjewel. Die hebben we ruim. Moet van haar pizza ook al een pizza voor even. Ja. Anders zou ik nu ook voor je. Ja, lieve schat, ik wil heel graag een pizza. Doe maar een margarita. We hebben een paar pizza's besteld. En ik heb geen idee waar we dan naartoe gaan. Ik heb iets gehoord over een wodka woensdag. Vooral de lieve dame waar ik bij ben slapen. Die had het daar heel erg veel over. Ik ga zo op een dubbele tong. Weet je hem? Ik laat me gewoon leiden. Nice. Vers huis. Oké, we gaan nu Mootje bellen. Ik moet je teleurstellen. Het mag niet. Ik ben ook teleurgesteld. Je bent ook teleurgesteld. Ja, is heel kut. We gaan onze strategie veranderen. We gaan namelijk de woonwijken in. Een hele goede avond. Hoe is het? Ja, goed. Wat is er aan de hand? We zijn met een programma bezig. We zijn de vrijgevigheid van Den Bosch aan het testen. Ja. We zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Nee. Geen interesse. Geen interesse. Oké, okay, hartstikke bedankt toch. Fijne avond. Je bent net verhuisd. Ja. Oh ja, ik zie het inderdaad. Ja, succes met de verhuizing. Ja, dank je. Hoe oud bent u? 51, ja. We zijn ondertussen in Dordrecht aangekomen. Dus we kwamen net van Leiden. Het was steeds een beetje lam. Maar we gaan daar slapen. Hier is het. Dit is het huisje. Kijk, top. Hier slapen we dus vanavond. Kom mee. Hallootjes. Hoi, Joost. Hallo. Ik slaap jullie vannacht. Ja, ik hoorde het. Maar wodka woensdag begrijp ik. Dat is gewoon zoveel vodka drinken als je in de paneel valt, of... Ja. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben de vrijgevigheid van Den Bosch aan het testen. Ja. Bent u heel toevallig 65 of ouder? Nou, ik ben al heel wat ouder. Oh, nou, dat ziet er heel goed uit voor uw leeftijd. Ja, ja. Zouden wij hier wellicht kunnen overnachten? Voor mij wel. Echt? Ik heb een logeerkamer. Dat meen je? Nou, mag ik u een knuffel geven? Zeker. Ja, zeker. Leuk hoor. Nou, ja. We hebben een slaapplek. Ja, nee. Iemand van mij op straat slapen. We hebben bier. Je bent nog maar de eerste waarschijnlijk. Ik woon geen idee waar we slapen. Tenminste hier, maar ik heb geen idee hoe de kamer eruit ziet. Hij is ook echt gewoon de zorg verlaten. Oh, je bent ook lekker aan het koken, zie ik. Nou, mijn man die komt zo thuis en ik had beloofd ja? uit eten te gaan. Uit eten te maar gaan? Maar ik heb niet zo'n zin, want het weer is er niet naar. Ik denk, maak even gauw een snelle hap. Ik heb altijd eten. Ik moet zeggen, ik heb wel al een druif en een stukje kaas op vandaag. Oh nee, dat is veel te weinig. Want niemand gaat hier met een lege maag naar bed. Oké, nou, dan gaan wij niet met een lege maag naar bed. Hoor je dat?
Maar mijn moeder heeft in Nederland de lumpia geïntroduceerd. Nou. Jammer dat ze er nooit... Dan ben ik uw moeder heel dankbaar. Met carnaval 1000 lumpia's. Ja, dat geloof ik. En die maakt ze helemaal met de hand, ja. En deze heeft uw moeder ook nog gemaakt? Nee, mijn moeder leert. We gaan een potje fruit ninja spelen. Geen idee wat er aan de hand is, maar ik vind het fucking leuk. Mooi worm. Oh, oh man. Oeh, ik raak hem. Kijk eens, je bent binnen. Ik ben binnen. Heb jij een slaapplek geregeld? Ik heb een slaapplek geregeld. Hoe oud bent u? Ik word over 2 maanden 68. Oh, wat super lief. En ik heb net een heerlijke lumpia gegeten. Vriend, ik ben blij dat je weer onderdak hebt gevonden. Hey, doei. Nee, wat zeggen wij hier? Houdoe. 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 Fucking leuk dat hij bij zijn lieve oude vrouw is gekomen. Ja, man. Ja, dit is fantastisch. Jij gaat gewoon met ons. Met mama. Ja. Dat snap ik. Mama, nou, dan doe ik het met Willem. Ja? Okay. Helemaal goed. Hartstikke bedankt. Yes. En als je iets nodig hebt, dan hoor ik het wel. Ja, helemaal goed. Oké. Tot morgen. Tot morgen. Wat kan goed zijn, man. Hey, is dat onze slaapplek hier rechts? Ja, die kant, ja. Oké, top. Slaap lekker. Tot morgenochtend. Dankjewel voor de gastvrijheid. Nico. We slapen hier samen. Heb je nog een voorkeur van plek? En de buitenkant. Lieve kijkers, tot morgenochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Staat hij altijd zo vroeg op? Altijd. Huisje helemaal aan kant voordat de deur uit. Zes uur stipt. Nee, ik voel me helemaal thuis. Ik ga helemaal niet naar huis. Ik zit hier helemaal prima. Ja, kijk. Ik neem een snipperdagje. John, ik kom vandaag niet op kantoor. Nou, lieve Maya. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Volgende een keer bij mij. En dat is wel leuk. Goeie reis terug. Hè? Yes. Dag. Ciao. Nou, jongens. Zo begin je dag in Den Bosch. Waar eigenlijk niemand wat van je wil hebben. En dan kom je zo'n lieve vrouw als Maya tegen. En dan is het in één keer helemaal omgedraaid. Goedemorgen. Het is me weer gelukt. Ik heb een leuke activiteit gedaan, gegeten en geslapen. Bij de jeugd tot 21 jaar. En ik kan je zeggen, ik vind ze ontzettend gul. Ik weet natuurlijk niet helemaal hoe Martijn het heeft gedaan. Dus ik weet ook eigenlijk niet wie er nou guller of gieriger zijn. En dat laten we aan jullie. Jullie mogen in de comments zeggen wie er heeft gewonnen deze week. En dan zijn we volgende week gewoon weer terug. Later.